Dank u wel, voorzitter. En allereerst complimenten aan de collega's die deelgenomen hebben aan de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Respect voor al hun werk, maar ook voor hun inzet en vasthoudendheid. En dat geldt natuurlijk ook even zozeer voor de staf die dat hele proces heeft ondersteund. Ik ben geen woordvoerder op deze portefeuille, voorzitter, maar na het lezen van het rapport van de commissie ben ik ontzettend geschrokken. En de conclusies, en dat is ook al eerder gezegd vandaag, zijn snoeihard. Er zijn ook nog eens een keer 236 vragen gesteld aan de commissie en die heb ik ook gelezen en ook de antwoorden daarop. En de meeste die gaan over techniek en financiën en dat is natuurlijk absoluut heel erg belangrijk en interessant en relevant. Maar los van die techniek en die financiën wil ik het eigenlijk over iets anders hebben vandaag. Ook iets waar ik mij het meeste druk over maak en dat is over zaken die structureel misgaan hier en nou, zo ook als het gaat over Groningen, namelijk de communicatie, de informatievoorziening, de uitvoering en betrokkenheid met gedupeerden, of eigenlijk liever gezegd het gebrek daaraan. Gebrek aan communicatie en informatievoorziening richting het parlement, tussen de ambtenaren, tussen de departementen, richting de bewindspersonen, richting belanghebbende partijen en richting de Groningers. Gebrek aan de juiste afstemming als het gaat over de uitvoering in elke fase van het proces. Gebrek aan betrokkenheid met burgers, in dit geval de Groningers, die niet alleen hun schade hebben gemeld, maar ook hun gevoel van onveiligheid, hun kwetsbaarheid op tafel hebben gelegd. En ik ken veel Groningers. Ze zijn rustig, bescheiden, recht toe recht aan, maken weinig woorden vuil aan hun eigen problemen. No nonsense, gewoon doorgaan, kop de veur. En daarom juist raakt hun emotie mij ook. En het is niet één kabinet dat met deze zaken de mis is ingegaan. En het is ook niet één termijn van een Tweede Kamer die hier actief was en die heeft gefaald. Het is niet één uitvoeringsorganisatie gedurende één bepaalde periode. Door de jaren heen zijn de problemen terug te brengen op een gebrek aan communicatie, informatievoorziening, uitvoering en betrokkenheid. En ik heb dat vorige week ook al gezegd tijdens het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. En ik heb daarom ook een aantal vragen aan de commissie. In hoeverre is de commissie het eens met mijn overall-analyse? En voorzitter, op de vraag in hoeverre de commissie denkt over de informatievoorziening en de set aan vragen, heeft de commissie een aantal suggesties gedaan. En we kunnen dit onder andere lezen dus in die antwoorden op die vragen, maar ook in het rapport. Hoe denkt de commissie over de organisatiecultuur binnen de betrokken ministeries? Mevrouw Kreugen zei er ook al iets over van GroenLinks. Want die organisatiecultuur binnen de ministeries en de uitvoeringsorganisaties is toch wel heel erg belangrijk. En ook als het gaat over de nieuwe bestuurscultuur, waar al heel vaak over iets is gezegd. Hoe denkt de commissie dat we meer partijoverstijgend kunnen gaan werken, coalitie, oppositie, in het belang van onze burgers? En zou hier nu niet juist eerst aan gewerkt moeten worden? Want als we dit gezamenlijk niet aanpakken, dan verandert er eigenlijk nooit wat. En voorzitter, er is vandaag een aantal keer gesproken over systeemfalen, en dat is ook terecht. Maar ook onze ICT-systemen falen. En daar heb ik al vaker te sprake gebracht. Dat werd overigens vaak niet als ter zake doend beschouwd, maar daar ben ik het echt hardgrondig mee oneens. En we hebben ook van de uitvoeringsorganisatie zelf gehoord dat beperkingen van decennia oude ICT-systemen goede afhandeling in de weg staat. En zo ook hier. Hoe denkt de commissie erover als het gaat over de afhandeling van de schades aan de Groningers? En voorzitter, de collega's hebben een veelomvattend rapport neergelegd met aanbevelingen. En het debat met het kabinet moet hierover nog plaatsvinden. Ik ben zeer benieuwd naar welke aanbevelingen het kabinet gaat overnemen. En ik zelf schaar mij in ieder geval achter alle bevindingen en aanbevelingen uit het rapport. En tot slot, voorzitter, gaat de commissie nog iets doen met het monitoren van de opvolging van de aanbeveling? Want dat zou mij namelijk een heel lief ding zijn. Want anders dan is het, we deden een plas en het blijft zoals het was. En dat zou zonde zijn van het werk van de commissie. En nog erger, dan worden er ook geen lessen geleerd voor de toekomst. Dank u wel.